Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft officieel de heringerichte zaal De Loketten geopend. In De Loketten is een designpaviljoen opgericht met daarin een brasserie, een parlementswinkel, een lees- en informatiehoek en een ruimte voor voordrachten of culturele evenementen. Met het designpaviljoen wil het Vlaams Parlement de bezoeker een aangename opstap geven om kennis te maken met de instelling. Beste vrienden, beste aanwezigen. Ik heet u allen hartelijk welkom hier in De Loketten van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Zoals u weet zijn De Loketten in 1937 ontworpen door Victor Bourgeois, die op dat ogenblik de hoofdvertegenwoordiger was van het Belgisch modernisme. Nu, onze Victor Bourgeois die was dankzij zijn exemplarische moderne wijk, in dit geval in Sint-Agatha-Berchem, hier in het Brusselse of Stedelijke West, zou wat dat betreft ook zijn invloed uitstrekken over de landsgrenzen heen. Zo werd hij in 1927 gevraagd een gebouw te ontwerpen voor de experimentele Weissenhofwijk in Stuttgart, samen met onder meer op dat ogenblik Le Corbusier, Walter Gropius en Ludwig Mies van der Rohe. En in 1928 zat hij als eerste het Congres d'Architectuur Moderne voor in La Sarraz. Nu, de opdracht van het bestuur der Poshex. En ik moet zeggen, dames en heren, bestuurder Poshek is mij altijd het postnummer Poshek 1011 Brussel. Is mij eigenlijk vanuit mijn kindertijd altijd bijgebleven, want als u betalingen deed via de Poshek, u kon dat gratis opsturen. En dat kwam dus dan in dit gebouw hier terecht, het gebouw van het bestuur der Poshek's. Nu, de opdracht van het bestuur der Poshek's, waarvoor dit gebouw bestemd was, betekende een ommekeer in de esthetische conceptgeving van Victor Bourgeois. De ontwerpen, waarvan het eerste teruggaat tot 1937, vormen in Brussel het eerste voorbeeld van een kantoorgebouw met een centrale vleugel. Bourgeois had duidelijk Amerikaanse modellen voor ogen toen hij een functioneel en modern inzicht koppelde aan een verbindingssysteem met paternosterlift, die trouwens nog altijd in werking is zoals u weet, aan de centrale ingang, en roltrappen op elke verdieping en een buizenpostsysteem voor de poststukken, waarvan trouwens ook een aantal dingen nog altijd aanwezig zijn in dit gebouw. Met deze loketten wilde Victor Bourgeois, en ik citeer hem, de dimensies van de straten van de stad overnemen binnen het gebouw om zo een publieke binnenruimte te creëren. Verder zei hij daarover, de loketten is de meest symbolische ruimte van het gebouw, de plek waar de administratie in contact komt met het publiek. Toen het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers in 2002 door Norbert de Batselier officieel geopend werd als kantoorruimte, heeft hij snel ingezien dat De Loketten de ideale ruimte is voor de uitbouw van de publieksfunctie. Zijn opvolgster, Marleen van der Poorten, stelde het een stuk scherper en nam expliciet het project voor publiekswerking in De Loketten op in haar beleidsplan. Het uitgebreid bureau ging er in juni 2007 dan ook mee akkoord om de volgende publiekfuncties in De Loketten te realiseren. Een bezoekersruimte, een brasserie en een parlementswinkel. Daarnaast moesten De Loketten ook als tentoonstellingsruimte blijven fungeren en als forum gaan dienen. Concreet denken we dan aan samenwerking met bijvoorbeeld het Vlaams-Nederlands Huis De Buren, met de Ancien Belgique, met het K-theater enzovoorts. En we willen De Loketten ook inschakelen in toeristische circuits van het genre Bruxelles binnenste buiten of toerisme Vlaanderen. De Loketten moeten met andere woorden mee zorg dragen voor de uitstraling en de publieksfunctie van het Vlaams Parlement. Om die publieksfunctie optimaal vorm te kunnen geven, was er een verbouwing nodig. Die verbouwing was niet evident, aangezien op 2 april 1998 het hele gebouw van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, inclusief De Loketten, ingeschreven werd als monument wegens zijn historische, artistieke en esthetische waarde. Daarom besliste het uitgebreid bureau in december 2007 De Loketten op basis van een kleinschalige visie opnieuw in te richten en niet de totale ruimte te verbouwen. En daarvoor werd uiteraard een openbare aanbesteding uitgeschreven. In het kader daarvan koos een jury, bestaande uit een delegatie van het vast bureau, de directieraad en design Vlaanderen, op 19 mei 2008 voor het voorstel van ontwerper Stefan Schöning en architect Giuseppe Farris. Dat ontwerp van Farris en Schöning moest vervolgens, en gezien de status van beschermd gebouw, goedgekeurd worden door verschillende Brusselse instanties en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Op 28 mei 2009 kreeg mevrouw Marleen van der Poorten, die op dat moment eigenlijk de bouwheer of de bouwdame was, kreeg de stedenbouwkundige vergunning en de uitvoering van de werken werd naar openbare aanbesteding toevertrouwd aan de firma Beneens uit Olen. Dames en heren, beste genodigden.
Ik ben blij dat ik vandaag het resultaat van het werk mag voorstellen. Een prachtig paviljoen dat in zijn soberheid uitnodigt dat de individuele bezoeker, de wandelaar, de groep kinderen, jonge volwassenen naar binnen trekt en laat proeven van deze schitterende ruimte. Maar ikzelf en met mij het bureau van het Vlaams Parlement willen de heringerichte loketten ook gebruiken als opstap naar het Vlaams Parlement, zijn werking, zijn belang voor de democratie in Vlaanderen. De indruk die de loketten op elke bezoeker maakt, willen wij verzilveren door hem en haar niet alleen informatie aan te bieden en zijn kennis over het Vlaams Parlement te verbreden en te verdiepen, maar ook door de bezoeker te verbinden met het Vlaams Parlement. De sobere schoonheid van de loketten en het paviljoen moeten in het geheugen van de bezoeker gegrift blijven en een positieve link leggen naar het Vlaams Parlement als eerste democratische instelling in Vlaanderen. Wij hebben de loketten in de loop der jaren al voor een aantal belangrijke en publieksgerichte tentoonstellingen gebruikt. Denk maar aan iconen van Design Vlaanderen, Panamarenko, Jan Fabre, Antwerpse Mode en de laatste tentoonstelling met Roger Raveel. U merkt dat op dit ogenblik de voorbereidingen voor de tentoonstelling Henri van der Velde Awards en Labels 2009 van Design Vlaanderen volop aan de gang zijn. Volgende week, op 19 januari, wordt ze geopend. We hebben ons overigens geëngageerd om tijdens deze legislatuur elk jaar met Design Vlaanderen deze tentoonstelling te organiseren. Maar de tentoonstelling van Design Vlaanderen is niet de enige dit jaar. Vanaf 24 maart tot 10 juli 2010 organiseert het Vlaams Parlement vervolgens een unieke tentoonstelling van en over de Vermeersfamilie. En in het najaar van 2010 plannen we een tentoonstelling met het werk van Piet Stokmans, een befaamde Limburgse keramist. En natuurlijk blijven we hier met open armen de scholen en groepen ontvangen die een rondleiding in het Vlaams Parlement krijgen. En wij hopen dat ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers zelf dit paviljoen als een ontmoetingsplaats zullen gebruiken als de plak om met hun gasten te praten en te discussiëren. U ziet het, er is geen gebrek aan ambitie en plannen om de loketten een degelijke verdere invulling te geven. Via de algemene pers en de gespecialiseerde media zult u van al die activiteiten op de hoogte worden gehouden. Maar vooraleer wij alle potentiële externe en geïnteresseerden zullen opvangen, zullen we eerst nog een tijdje proefdraaien met de bezoekers van tentoonstellingen en de deelnemers aan rondleidingen. Maar last but not least dank ik en feliciteer ik uit naam van mezelf en van het hele uitgebreid bureau de ontwerper van het jaar 2008, Stefan Schöning, en architect Giuseppe Faris en de firma Beneens, die de uitvoering van de werken coördineerde. U kunt trots zijn op uw werk, evenzeer als wij dat zijn. Dames en heren, ik geef nu graag het woord aan beide ontwerpers en architecten. Giuseppe en ik hebben elkaar leren kennen in Venetië. Het was nog niet duidelijk wat we daar toen deden. Maar al snel stelde hij mij de vraag of ik wilde meedoen aan een wedstrijd die er was op gericht om de signalisatie, de ticketverkoop en het gebruik van het openbaar vervoer in Venetië in de stad toegankelijker te maken en ook de stroom van bezoekers en passagiers op een betere manier en een vlottere manier te realiseren. Door deze vruchtbare samenwerking hebben wij ook besloten om andere wedstrijden deel te nemen en op die manier zijn we afgezakt naar Dubai. Om er een voorstel in te dienen voor de bouw van een embleemtoren van 180 meter. Deze toren doet dienst als baken voor de economie van de stad Dubai, waar het niet dat de huidige toestand dit bouwwerk niet toelaat. Teruggekomen in België zijn we in Brussel beland en hebben met veel plezier aan deze twee projecten deelgenomen. Dit heeft er ons toe geleid om een studio op te richten, Faris Schöning, waarmee we opdrachten vervullen vanuit verschillende invalshoeken en waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat. Graag geef ik nu het woord aan Giuseppe. Deze project is ontstaan niet als paviljoen. Eigenlijk dat was ons gevraagd om verschillende functies te voorzien. Gezien dat deze ruimte, dat is wel groot, maar dat was niet voldoende voor deze functie te naast elkaar te leggen. Dan hebben we besloten, kijk, in plaats van naast elkaar te leggen, we verweven alle functies in elkaar en we maken een heel compact volume. Daarom is ontstaan deze paviljoen waar eigenlijk alle functies ze verweven in een ruimte waar eigenlijk hier in de brasserie zou kunnen, nu dat zie je niet omdat er geen tafel zijn,
Maar de bedoeling is dat hier mensen gaan een koffie drinken en tegelijkertijd met deze zaal ze kunnen hier design of producten mooi vinden en zeggen, kijk, dat kan ik kopen. En ze kan naar de kassa daar en ze kunnen daar ook betalen. Liefst wel, of anders weggaan zonder te betalen, dat kan. Maar de vernieuwde loketten kunnen volgens de voorzitter van het Vlaams parlement ook een belangrijke rol spelen voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Tijdens een interview licht hij zijn visie toe. We gaan proberen toch ook, via al de videotoestanden die hier zijn, gaan we toch proberen ook een link te leggen met het parlementsgebouw zelf. Je zou hier bijvoorbeeld ook onder andere op woensdag, maar misschien in de toekomst ook naar commissies toe, een aantal uitzendingen kunnen volgen, één. En ten tweede, we kunnen natuurlijk de volksvertegenwoordigers zelf kunnen dit natuurlijk ook gebruiken om groepen te ontvangen. Het is een ideaal, de omgeving is wat dat betreft is aangenaam, is warm, is ideaal. Het is eigenlijk een schitterend ontwerp, een schitterend concept. En wat dat betreft kunnen de volksvertegenwoordigers natuurlijk voor hun gasten, en hoe meer gasten dat ze hier uitnodigen, hoe liever, kunnen ze hier perfect ontvangen. U wilt iets nieuw leven inblazen in het Vlaams parlement? Ik denk dat mijn voorgangers wat dat betreft dit proces eigenlijk in gang gezet hebben, wat ik nu in feite uitvoer. Het is begonnen eigenlijk, wat ik nu op dit moment uitvoer, dat is datgene wat mijn voorgangers Norbert de Batselier en Marleen van der Poort in gang gezet hebben. Norbert de Batselier bij de opening in 2002 van dit gebouw heeft gezegd, oké, die loketten, daar moeten we iets mee doen. En mevrouw van der Poort heeft daar nog een sterkere stimulans aangegeven door te zeggen, oké, we willen daar een warme ontvangstruimte van maken, een brasserie, een parlementswinkel en een ontmoetingsruimte. En ik denk dat men daar zeer in geslaagd is. En we gaan nu eerst proefdraaien en als we één keer proef gedraaid hebben, dan gaan we daar definitief mee werken. Na een openbare aanbesteding koos een jury uit 6 inzendingen voor het voorstel van ontwerper Stefan Schöning en architect Giuseppe Faris. Actua TV sprak met beiden. Wel, de vraag is gekomen van het Vlaams parlement om in de lokettenzaal, om de zaal eigenlijk een aantal functies op een betere manier te organiseren. Er is een brasserie, een bar, een koeltoog, een leeshoek. En al die functies hebben we eigenlijk op een betere manier georganiseerd. Op een compactere manier. Zodat eigenlijk ook de interactie met de buitenwereld aantrekkelijker wordt gemaakt. Is dit project een uitdaging geweest voor u? Absoluut. Elke project. Dat is niet alleen deze. En dat is sowieso ook een bijzondere opdracht in de zin dat is niet een woning of een kantoor of dat gaat over in een beschermd monument een relatie te zoeken waar de monument niet onder komt en dat je een relatie kan creëren zonder de bestaande toestand aangetast. Dus dat was voor ons wel zeker een uitdaging, maar we zijn wel tevreden van het resultaat. Dat mag nog een andere komen voor ons. En er komt nog een ander project voor jullie. Het tweede staat klaar. Inderdaad, er was ook een tweede wedstrijd waar we hebben aan deelgenomen. Die we ook hebben mogen uitvoeren. Waarbij we ook gebruik gemaakt hebben van de kans om relaties te leggen tussen de balie. Want daar gaat het over. Dus de balie, de inkomstbalie voor de parlementariërs aan de Leuvenseweg. Aan de andere kant van het gebouw. Hebben we ook een relatie willen leggen door het gebruik van materialen. Dus we hebben dezelfde houtsoorten gebruikt. Ook de vloer die we hebben laten zweven, hebben we daar ook opnieuw gebruikt. Dus er zit een verband tussen de twee projecten.